Welkom in mijn video bij de 10e kaart naar aanleiding van de 12 Texts of Christmas. Voor deze kaart gebruik ik ook weer een stukje craft cardstock van 15x30 als basis. En dit keer heb ik gekozen om er dessinpapier op te plakken. En ik ga ook werken op dessinpapier. En het dessinpapier komt uit het papierpakket van Tim Holtz. En dat komt uit het blok Seasonal. En daarin zitten verschillende soorten papier. Het is ook dubbelzijdig. En ik heb daar een aantal vellen uitgekozen. En ik ga werken met een aantal van de laatste nieuwe stempels. Ook gebruik ik een wat oudere serie voor de swirls. Ik ga beginnen met de fragments. Een fragment zijn transparante labeltjes. En die komen uiteindelijk op een stukje papier. In het papierblok zitten ook vellen met allemaal kleine plaatjes en ik heb er daar een paar uitgeknipt. En wat ga ik nu doen? Ik neem een stuk transparant plastic. Van het brede plastic is dit. En dat plak ik over mijn afbeelding heen. En dat wrijf ik heel goed aan. Het teveel knip ik af. Hoe transparanter de plakband ziet op de rol, hoe transparanter dat de kleur is die je uiteindelijk zal krijgen. Ik druk dat goed aan. Ik gebruik hiervoor een schrapertje van de silhouet. Het is heel belangrijk dat je dat goed aandrukt. En als dit goed op zijn plek zit, en ik heb het goed aangedrukt, leg je het in een schaaltje met heet water. En dat laat ik even trekken. Totdat dat water de onderkant van het papier goed nat heeft gemaakt. Hetzelfde doe ik met een tweede stukje papier. En ook deze wrijf ik goed aan. En die leg ik ook in het schaaltje met heet water. Als dat goed nat is, kan ik de achterkant van het papier er voorzichtig af wrijven met mijn vingers. Als je de achterkant goed hebt weggewreven, dan droog je hem met een stukje keukenpapier of een doekje. En dan hou je dus alleen de geprinte verflaag over op de tape. Dit is ook een hele leuke techniek om te doen met foto's. En een gewone foto, daarmee zal het niet lukken. Maar je kan de foto natuurlijk printen op een stuk cardstock en dat op deze manier verwerken. Ik neem een fragment en ik kijk waar ik die ongeveer hebben wil. En ik plak dat gedeelte plak ik op een stukje folie. En dat komt weer uit het pakje van de folietape. En ik heb de kleine sheets. Deze is ook een groter formaat. En ik plak een gedeelte hiervan op mijn stukje folie. En ook dit wrijf ik weer aan met mijn schrapertje van silhouet. En dit knip ik af. Het fragment smeer ik in met glossy accent. En die smeer ik helemaal goed in. Glossy accent droogt echt transparant op. En juist met die harde oppervlaktes op elkaar plakt het ontzettend goed. En ik plaats mijn fragment over de afbeelding heen. En als ik dit een beetje beweeg, dan egaliseer je de glossy. En dit laat ik heel even drogen. En dan kan ik hem uitknippen. Ik neem nu de kaart. En ik heb gekozen voor craft als basis. Daarop leg ik een stuk donkerbruin papier als matje. En daar overheen komt een stuk lichtbruin papier. En op dit lichtbruine papier ga ik stempelen. En ik gebruik hiervoor de nieuwe stempels. Om te stempelen gebruik ik archival inkt. Inkt is inkt op oliebasis. Hij heeft een wat langere
droogtijd. Archival inkt heeft een wat langere droogtijd, dus ik ga hem verhitten met de heatgun. En de trein ga ik stempelen met walnut steen. En hier ga ik overheen met clear en bossenpoeder. En dat verhit ik met de heatgun. En ik ga nu randjes aanzetten met fried burlap. En ik gebruik hiervoor natuurlijk weer een inkblending tool. Ik ga nu de randen opschuren met mijn distress tool. En deze is weer nieuw. Deze is van Ingvild Bolmen. En het leuke van deze is, van deze tool is, als dat je hier een mesje hebt om het papier te distressen, een grof schuurvlak, een klein schuurvlak, aan de uiteindes, of aan het uiteinde zit een scratcher, zodat je je lintjes kan opruwen. En er zit nog een rubbertje aan. Dus eigenlijk is deze tool heel erg multifunctioneel. Hij houdt makkelijk en goed vast. En ik vind hem heel fijn de randjes ruwen. Ik neem nu een stukje papier en leg ik er even onder. Het is meer een doekje. En ik spuit er met mijn Perfect Pearl Mist goud overheen. En om daar een mooie beweging in te krijgen, doe ik dat altijd met een zwiepende beweging. En de mist droog ik weer met de gun. Ik plak nu de onderdelen op elkaar. Ik neem nu mijn fragments weer en ik zorg ervoor dat ze goed droog zijn. En voordat ik dat gedaan heb, heb ik met de schraper even heel goed aan de achterkant de folie aangedrukt, zodat het overtollige glossy accent verwijderd wordt. En dat heb ik afgeveegd met een papiertje. En vanuit de achterkant prik ik naar voren door het gaatje weer terug. En dat doe ik met een prikpen en een prikmatje. Om het goed te laten plakken heeft het ongeveer een droogtijd van een half uur. Ik knoop er een stukje touw doorheen en ik heb gekozen voor jute. En ik vind het wel leuk om daar een knoop in te leggen. Een gewone, normale knoop. Niks bijzonders. Met de bannerstans heb ik de banners gestanst en ik heb daarvan een kleintje uitgekozen en deze model gevouwen. En met de alfabetmal heb ik het alfabet uit cardstock gestanst
en ik heb de letters geverfd met de gouden pijndebber. En dit laten drogen en die op de banner geplakt. Ik heb een stukje gaas om een stukje jute heen geknoopt en hiermee ga ik mijn kaart opbouwen. Of eigenlijk afwerken. Nu dat alles op zijn plek zit, neem ik mijn glossy accent en dit verdeel ik, dit breng ik aan op de letters. En dat breng ik aan in een dikke laag. En dat is ook gelijk het grote verschil met tacky glue. Clear. Dit kan dus niet met de tacky glue. En ik heb dit als laatste gedaan, omdat het een lange droogtijd heeft. Dus nu kan ik mijn kaart wegleggen en het op mijn gemak laten drogen. En het voordeel van die glossy accent op die letters is dat ik nu een dikke laag, een soort epoxylaag aan heb gebracht op die letters. Dus die komen nu veel meer naar voren. Doordat het nu nog nat is, lijkt het wat wittig, maar het droogt transparant op, waardoor je dus een hele mooie laag erop krijgt. Ik zie dat ik hier nog wat lijm geknoeid heb. Ook de lijm droogt transparant op. Bedankt voor het kijken naar deze video.